Die ga ik binnenkort ook eens bespreken. Dus dat is een lader voor Fujifilm batterij, maar je hebt die ook voor andere type batterijen. Op USB. Dus dat is vooral handig voor in de camper. Daar heb ik veel USB-sockets, 12-volt-sockets. En je ziet ook of dat de slot. Er zitten twee batterijen in. En je ziet hier een aanduiding: slot 1, 2 is goed. Dus 1 ook. Dus de batterij in slot 1 en 2 zijn nog alle twee goed. De batterij in slot 1 is aan het, in 2 is volledig opgeladen. En die in slot 2 is nog aan het laden, 9 mAh. Dus dat is ook bijna vol. En de temperatuur van de accu's komt er ook op. Maar zeker een interessante lader. Voor wie veel op reis is of voor wie graag twee batterijen tegelijk wil kunnen laden. Nog een review van doen trouwens, van de Shure MV88 Plus Videokit. Laat ons dat heel snel doen. Dus eigenlijk, ik heb deze gekocht ter vervanging van mijn shotgun, mijn Rode microfoon, omdat ik iets wou dat mobieler was. Dus die Rode microfoon is niet compatibel met een smartphone. Ik wou iets dat echt op mijn smartphone kon. Hij had van Shure al de MV88, de standaard plusje, waarmee dat je een connector had rechtstreeks naar Lightning kabel van iOS. Dus USB-C en Lightning. Deze kan de twee. Dus de MV88, die niet deze versie, maar de gewone MV88, kun je voor €140 vinden ongeveer. En kan die Lightning-kabel rechtstreeks naar iOS verbinden. Het grootste probleem met die camera vond ik, is dat die, met die microfoon beter, is dat die microfoon rechtstreeks op de poort van uw telefoon zit. Het was niet met een kabeltje, maar met een rechtstreekse verbinding. En dan konden we dat wel draaien met een pivoterend voetje. Maar het was toch vrij beperkt. Plus dat dit een volledige videokit is. Dit is eigenlijk de upgrade van de MV88, vandaar de MV88 Plus. Dus het verschil is dat de microfoon nu via een kabeltje naar uw telefoon gaat. En dan kunnen ze ook een kabeltje leveren, zowel Lightning kabel voor iOS als USB-C kabel voor Android devices. Dus je kunt ook met andere of computers. Je kunt ook met andere computers werken. Een windscreen zit er ook bij. Een tasje om alles mooi op te rollen. Dat is dit ding, dat is ook al heel handig gebleken. Daar past eigenlijk, als je dat openrolt, heb je vooral zo'n compartiment. Plus dat er hier ook een lus in zit waar dat je Manfrotto Mini Pixie statief ook in past. Want dat zit dus ook bij die videokit. Een Manfrotto Pixie Mini Tripod. Deze kost iets van €200, dacht ik. En een houdertje om je telefoon daarop te verbinden. En je kan een app downloaden waarmee dat je kunt video maken of geluidsopname. iPod, iPhone, iPad, maar ook Android. Ik zie niet waarom dat er hier niet bij staat dat ook voor Android is. Maar ik ben er wel heel tevreden van. Ik heb nu de laatste tijd al mijn geluid daarmee opgenomen. En het werkt gewoon goed. En zo ziet het geheel er dan uit. Dus dit is eigenlijk. Dat is de microfoon, de kabel naar uw telefoon, een houder. Dat is een telefoonhouder en hier kun je dan nog uw statief op verbinden. En dan heb je eigenlijk een volledige mobiele opnameset. Zoiets. De app is ondertussen ook bezig aan het opnemen, zoals je ziet. Je hebt eigenlijk hier kan je heel eenvoudig instellen of dat je wilt opnemen voor een gesprek, muziek enzovoort. En dan gaan de parameters allemaal wijzigen voor een optimale opname in die omstandigheden. Dan de opname zelf kun je hier volgen. Ze raden wel aan om je netwerk of je telefoon in vliegtuigmodus te zetten. Om zeker geen storing te krijgen. Dan hier zie je nog al je opnames. De software werkt ook heel goed. Dus het is zeker een aanrader als je veel geluid opneemt. Ik gebruik deze voor mijn podcast ook. Of voor video ook zeer geschikt. Ik denk zelf, je hebt hier een aansluiting voor het monitoren van je geluid. Ik denk dat je via die aansluiting zelf rechtstreeks naar je camera zou kunnen verbinden. Dan moet je wel nog een voeding voorzien hier. Maar ik denk wel dat dat ook werkt. Ik heb het nog niet geprobeerd.
En dan dus hetgeen dat erbij zit om het geheel op te bergen is eigenlijk dit tasje. Ik ga snel even zien hoe dat er allemaal in past. Dus je kunt eigenlijk de kabel volledig losmaken. Daar is hier een plaatje voor. Ja, beide kabels zitten erin. Voor de rest klikt de microfoon vast in deze houder. Dus die kun je gewoon losklikken. En die kunnen daarop bergen. Dat is een flitsschoenbevestiging, dus die draai je los. Kun je hierop bergen. Hier gaat de hele telefoon in, schuif de open. Dan schuif je de telefoon eruit. En dan dit is de statiefbevestiging, draai je gewoon los. Als je dan alles mooi wegsteekt. Zo. En oprolt. En dicht doet. Heb je een mooi compact geheel om overal mee naartoe te nemen.